Hendrik Westbroek, 71 jaar oud, is vandaag bij een woningbrand aan de Achillelaan in het resort Uitvlucht omgekomen. Op aangeven van de centrale meldkamer spoedde de politie van Uitvlucht zich naar de plek des onheils. Daar aangekomen werd de woning in lichterlaaie aangetroffen. Het bleek dat Westbroek zich nog in het pand bevond dat heel goed beveiligd was. De brandweerlieden konden het traliewerk forceren en hem bevrijden. Het slachtoffer had ernstige brandwonden opgelopen. Voordat er medische hulp kon worden geboden, liet hij het leven. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is het lijk voor obductie in beslag genomen. De eigenaar van de woning vertoeft in het buitenland. Het pand is tegen brand verzekerd. Volgens het voorlopig onderzoek is gebleken dat de brand vermoedelijk is aangestoken. In deze zaak is de 44-jarige ex-vriendin van het slachtoffer, Valga D., aangehouden. Het motief kan worden gezocht in de relationele sfeer. Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Capitale Delicten.